geneesmiddelen van de week zijn sitagliptine en vildagliptine. Waarom deze geneesmiddelen? Sitagliptine en vildagliptine kunnen gebruikt worden bij de behandeling van diabetes mellitus type 2, een veel voorkomende aandoening. Het is goed van de beschikbare middelen de plaats in de behandeling en de voor- en nadelen te kennen. Vildagliptine en sitagliptine zijn selectieve remmers van het enzym dipeptidylpeptidase 4, of DPP4. De groepsnaam wordt dus vaak afgekort tot DPP4-remmers. Ze remmen de afbraak van de zogenaamde incretines, zoals GLP-1, oftewel glucagon-like protein 1. GLP-1 zorgt voor een verzadigingsgevoel, vertraagt de maaglediging en afgifte van insuline door de pancreas. GLP-1-analogen worden ook gebruikt in de behandeling van type 2 diabetes. Hier gaat een andere editie van Geneesmiddel van de Week over. Incretines zijn enzymen die ervoor zorgen dat de bloedglucosewaarde door een maaltijd niet te veel stijgt. Als je alleen al aan eten denkt, kunnen deze enzymen al vrijkomen. Ik laat nu stap voor stap een studie zien waarin dit is aangetoond. Er werd aan gezonde proefpersonen verschillende hoeveelheden glucose oraal gegeven, waarvan je in de grafiek de resultaten van 50 gram ziet. Vervolgens werd met een glucose-infuus dezelfde stijging van de bloedglucosewaarde nagebootst. Het bleek dat zowel bij 25, 50 en 100 gram glucose-inname oraal de bloedglucose een vergelijkbare stijging en daling liet zien en dat de piek was na te bootsen met steeds ongeveer 20 gram glucose intraveneus. Blijkbaar kan het lichaam bij een orale inname veel meer glucose verwerken dan als het intraveneus wordt toegediend. De insulinespiegel stijgt veel sneller en tot hogere waarden, zoals je in de rechtergrafiek ziet. Daarom zorgt 25, 50 of 100 gram glucose voor een vergelijkbare glucosepiek, terwijl een kleinere hoeveelheid intraveneus glucose al voor een vergelijkbare stijging zorgt. Dit effect wordt dus veroorzaakt door de incretines. En mede hierdoor is insulinebehandeling, subcutaan en ook intraveneus via een infuuspomp, altijd minder optimaal dan de fysiologische glucoseregulatie. De incretines worden snel weer geïnactiveerd, waardoor ze een halfwaardetijd hebben van 1-2 minuten. Het enzym dat hier verantwoordelijk voor is, is DPP4. Door DPP4 te remmen, blijft het incretine-effect dus langer bestaan. DPP4-remmers zorgen voor een HbA1c-daling van gemiddeld 7 tot 9 millimol per mol. Het grote voordeel ten opzichte van GLP-1-analogen, die natuurlijk een vergelijkbaar effect hebben, is dat het oraal kan worden toegediend, terwijl GLP-1-analogen subcutaan moeten worden toegediend. Er is echter voor DPP4-remmers nog geen reductie in hart- en vaatziekten of mortaliteit aangetoond. De huisartsenstandaard, die in 2013 verscheen, toen de DPP4-remmers al wel beschikbaar waren, houdt vast aan de voorkeur voor metformine, sulfonylureumderivaten en vervolgens insuline. Nieuwe middelen worden genoemd als uitzondering, vooral omdat er op het moment van de richtlijnuitgifte dus nog geen gunstige effecten op diabetescomplicaties aangetoond waren. In de tweede lijn worden deze middelen wel vaker voorgeschreven, maar in het algemeen toch minder vaak dan in andere landen. Inmiddels is voor andere nieuwe middelen, zoals onder andere de GLP-1-analogen, wel risicoreductie op hart- en vaatziekten aangetoond. De verwachting is dat uiteindelijk deze middelen vaker voorgeschreven zullen gaan worden. Samenvattend, DPP4-remmers zijn orale antidiabetica die het HbA1c-gehalte met circa 7 tot 9 millimol per mol verlagen. Er zijn nog geen gunstige effecten op complicaties door diabetes aangetoond. Gezien ook de vrij hoge prijs vergeleken met oude middelen, moet de komende jaren afgewacht worden wat de plaats wordt in de diabeteszorg van die verschillende nieuwe middelen.